Dames en heren, jongens en meisjes, het is eindelijk weer zover, jongens, dat ik een fucking Fortnite video ga opnemen. Let's fucking go! Zo, we zijn natuurlijk in het potje aangekomen en we gaan natuurlijk lekker naar Frenzy Farm natuurlijk toe. Ik vind dit persoonlijk mijn chillste plek om te landen. Dit is gewoon mijn lievelingsplek om te landen. Puur omdat je gewoon, ja, ik weet niet, dat huis in het midden van Frenzy Farm is gewoon vet groot. Je hebt veel loot, veel actie en natuurlijk gewoon hopelijk dus ook veel kills. Dat is in ieder geval, ja, waar ik altijd voor ga strijden natuurlijk. Dus ik hoop dat dat ook een beetje mee gaat zitten. We spelen gewoon lekker solo. Dus ik zie één guy mee, die twee. Ik hoor er nog geen drie guys. Oké, 4 à 3 mensen zie ik hier. Ik zie een shotgun. Oké, ik moet die shotgun. Ja, oh, perfect. Oh, zag je die tactiek, jongens? Holy shit, ik moet mijn headset ietsje harder zetten. Zo, dan hoor ik mensen natuurlijk wat beter lopen. Oh my god, dat was echt een hele soepele grab van die fucking shotgun, ouwe. GG. Oké, is er sowieso een guy hier bij mij? Ik hoor hem ook. Ik hoor hem ook. Hij zit boven mij. Hallo, vriend. Hij zit hier. Ergens. En hij zit in het dak. Oké, hij zit boven mij. Oké, chill. Dan weet je in ieder geval dat daar die guy zit. Ik hoop alleen niet dat hij iets van shield heeft, waardoor ik... Ik wil een kist. Ik wil een goede kist. Volgens mij zit hij boven. Oké, ik pak sowieso deze kist. Oh shit. Oh my god. Heb ik hem getrapt? Wat deed die guy? What the fuck? Oké, chill. Eerste kill. Let's go, man. Oké, deze guy was heel erg... Of het was een bot. Of het was gewoon een... Ja, een guy die gewoon dacht van... What the fuck gebeurt er met mij? Maar GG, jongens. Eerste kill is binnen. Let's get it, man. Zo gaan we gewoon door. Ik hoorde volgens mij wel een goede chest ergens hier. Ik hoor... Hij zit hierboven. Oh my god. Dit is natuurlijk zo'n overpowered chest. Juist. Kijk, SMG. Oh, perfecte SMG. Nades neem ik mee. Neem ik ook gelijk die vishengel mee. En AR, dankjewel. Oké, bro's, we hebben echt hele chille guns. Dus ik ben hier zeker meer dan tevreden over. Maar er waren, als het goed is, nog meer mensen hier geland. Dus als we die een beetje kunnen gaan spotten, zou wel even leuk zijn. Want ik ben niet tevreden met 1 kill, jongens. Even zien. Oké, ik zie daar een guy. Je ziet hem lopen. Oké, chill. Even kijken of er links ook nog iemand te spotten is. Niet 1, 2, 3. Dan bouw ik dit even dicht. Ga ik op die guy schieten. Oké, hij zit daar. Je ziet hem. Ah, 2 hits. Oké, ik ga hem gewoon pushen. Fuck it. Schijt. Ik weet niet waar die andere guy is. Maar die komt waarschijnlijk, denk ik, zo meteen ook wel mee bemoeien. In ieder geval, dat hoop ik wel. We gaan in ieder geval deze guy even volpeperen met een nades. Dus vang deze maar even, bro. Huppakee. Gaat er iets raak? Waar zit die guy? Hij zit daar. Ik blijf ze gewoon gooien. Oh, kut. Oké, ik wou eigenlijk gaan bouwen. Mag dat? Nice. Oké, deze guy weet wel wat hij aan het doen is, denk ik. Juist. Oké, wacht even. Juist, got him. Oh my god, die pump is nog steeds wel heel sterk. Holy shit, gek. Hij had een grijze, man. Hoe dan? Hoe deed hij zoveel damage nog met dat ding? Oké, daar is nog iemand. Je ziet hem. Oké, even zien. Hoe gaan we dit doen? Ik ben niet heel erg vol met HP. Wat is die guy aan... Oh, dat is een zombie. Nice. Oh, ja, je krijgt er wel HP voor. Oké, nice. Echt 3 HP maar of zo. Maar oké. Bro, ik dacht even dat dat een enemy was, man. Oké, even... Kan ik dit editen? Dankjewel. Had deze guy iets van heals bij zich? Ik heb geen idee. Ik zie in ieder geval wel een blauwe burst. Ja, dit neem ik mee. Fuck it. Oké, ik moet echt iets van heals vinden, jongens. Oh my god. Oké, chill. Maar niks uit. We hebben het in ieder geval overleefd. 2 kills. Dat is beter dan 1, wat ik net zei natuurlijk. Maar HP is nu wel even een probleem, man. Dus ik moet dat wel even zien op te lossen. Even kijken of ik... Ik hoop eigenlijk nu niet dat ik iemand tegenkom. Maar je weet maar natuurlijk nooit. Oké, we moeten maar gewoon even op gokken, jongens. Ik hoor je een kist. Beter zit daar een medkit in. Jugjugs bestaan niet meer. Oké, bandages. Ik moet het er maar mee doen. Oké, ik bouw gewoon even een cone op me. Nice, chill. Nice. Met bandages komen we in ieder geval iets verder natuurlijk dan onze HP die we nu hebben. Dat is ziek chill. Alright, ik zit echt... Jongens, ik heb nog steeds een soort van twijfelmomentje van... Yo, wat is nou chiller? Een tactical shotgun of een pump? Maar ik denk toch dat de tactical in meer situaties dus vaker chillen is dan een pump. Kijk, een pump doet gewoon meer damage soms. Niet altijd trouwens, maar... Ik denk dat, ja, dat de tactical soms net ietsjes vaker chiller is om mee te nemen dan een pump. Dat is ook echt de enige reden waarom ik hem mee kies boven een pump shotgun. Voor de rest, ja, ik kan niet echt iets verzinnen of zo. Dat het ding echt tering overpowered is of zo. Natuurlijk de spas en alles, ja. Die mag ik liever in handen nemen. Dat zou super chill zijn, maar ai. Weet je wat het is, jongens? Ik vind het wel prima zo. Ik ga niet te veel looten en hier niet te lang blijven. Want ik wil denk ik gewoon zoveel mogelijk kills kunnen pakken. Kijk, chapter 2, zeker in solos, je kan niet insane veel kills meer pakken. Ik heb wel eens een potje gehad dat ik nog steeds even, wat was het, 15, 16 kills heb gepakt. Maar dat is echt heel rare, zou ik maar zeggen. Dus ja, we moeten het er maar mee doen. En we proberen natuurlijk zoveel mogelijk kills te pakken. En ik heb wel echt knijten veel nades weer. Die nades zijn echt chill mee te nemen. Alright, wat is dat dan?
Oké, ik denk niet dat hier nog iemand meer zit. Ik dacht het wel dat er nog iemand spande hier. Maar weet je wat? We gaan gewoon lekker naar de safe zone toe, jongens. En we komen vanzelf daar wel mensen weer tegen. Ja, chills zou nog wel zijn om iets van shield te vinden, man. Maar ik betwijfel of we dat hier nog kunnen gaan vinden. En anders moet ik heel dit stuk nog gaan looten natuurlijk. Daar heb ik niet zo heel veel zin in. We kunnen natuurlijk ook wel even gaan vissen zometeen. Dus hey, shields en HP komt waarschijnlijk wel oké, zou ik maar zeggen. Dus dat is geen probleem. Alleen zou ik het wel even chill vinden als ik het een beetje snel zou gaan vinden. Maar ja, dat komt allemaal goed. Ja, kijk, een groene pump, jongens. Een groene tech. Ik ga gewoon voor die tech, man. Ik denk toch dat het... Wacht, hoor ik nou een kist hier? Volgens mij wel, of niet? Jazeker. Kijk, Zane, hier, shield. Okay. Oh my god, ik zei gewoon uit het... Oh my god, een spas. Bro, sorry tactical, maar bro, nu word je wel achtergelaten. En fucking shields. Ik zei het eigenlijk voor de grap. Ik wist het echt niet. Dus het was niet een delayfoutje of zo in het editen. Het was echt gewoon... Ik gokte maar gewoon dat ik shields kreeg. En ik kreeg het ook nog. En een gekke shotgun. Holy shit. Oké, nu zijn we binnen, boys. Nu zijn we echt binnen. Deze gun, die shotgun, gaat ons kills opleveren, bro. Ik zeg je eerlijk. Alrighty dan. Ja, man. Ik denk dat we zo snel mogelijk hier weg moeten gaan. Want ik, het is echt een dode... Oh my god. Wanneer je zegt dat het een dode boel is en je bijna voor je fucking gezicht wordt geschoten, hè? Van waar was dat? Ik heb het niet goed kunnen zien. Ik denk in die heg daar of zo. Oké, ik hoor een kist. Fuck it. Die guy komt zo meteen zelf wel naar ons toe. Ik hoop dat ik een beetje een shotgun fight... Oh my god, hij blijft schieten. Oh my god. Oké, komt goed, jongens. Komt goed. Oh my god, de fucking guns! We hebben echt hele zieke wapens. Oké, bro, waar de fuck zit deze chap? Ik moet dat echt even weten. Zit hij op het dak of zo? Oh my god, oké, het was vandaar. Wacht, ik ga gewoon mijn nade smijten. Oh, ik zie hem helemaal daar achterin. Hij zit helemaal daar. Vang hem, vriend! Die nade gaat goed. Hij zit ergens bij die... Daar, je ziet hem lopen, je ziet hem lopen. Bro, maar daar is de zeezoon totaal niet. Wat doet hij? Oké, ik wil eigenlijk wel gaan pushen. Oké. Ik weet niet of het een bot is namelijk. Hij gaat de hele tijd verder weg. Oh, er zit ook een guy daarachter. Je zag hem springen volgens mij. Hij is white. Maar daarachter zit ook een guy. Fuck, ik moet deze kill nakken. Nee, niet mijn kill nakken. Oké, er is iemand doodgaan. Is dat hij? Nee, toch? Kom op, nades. Oké, ik heb geen nades meer. Juist, 100. Volgens mij is hij dood. Volgens mij is die guy legit dood. Ja, hij heeft iemand gekillt. Ja, dat is, hij is sowieso overleden, die andere guy. Ja, hij heeft geen shield meer. Naar beneden! Oh shit! Nice, geen fall damage. Mooi. Die even weg. Hop, oké. Bro, deze gun is fucking sterk. Woe! Hij is gevallen. Nice, got him. Let go. Chill, let's get it, man. Oké, geef me die maar mee. Scar, minis, alles, dankjewel. Oké, rennen, snel naar de C-zone. Kom op, boys. Alright, gelukkig doet de C-zone nu niet zo heel veel damage. Maar we hebben best wel veel HP verloren, denk ik, zo meteen. Dus dat moeten we gelijk weer proberen te goed te krijgen, jongens. Maar ay, chill, we hebben hele chille wapens. Oké, we hebben ook een RPG, man, dat is echt super fijn. Oké, ik weet nog steeds niet welke chill is, die Burst of de Scar. Ik dacht gewoon uit paniek dat de Scar toch iets fijner was dan de Burst. Dus ik heb hem maar gewoon meegejat. Nou, we gaan zien of die ook nog echt chill is ook nog. Ik heb echt al zo lang geen Scar meer gehad, jongen. Holy shit, dat is echt verrekte lang. Nice, Benz. Oké, nice. Dat is in ieder geval iets. Ik heb minis bij me. Ik heb een blauwe, mooie RPG. Dus dat is ook super fijn. Dankjewel. Gaan we die even meenemen. Bouw ik mezelf even in. Even een cone ook. Nice. Let's go, man. Ai, let's get it. Frenzy Farm zijn nog niet veel ver weg geweest van onze spawnplek. Maar dat maakt allemaal niks uit. We gaan gewoon lekker goed hier. Dus dat is natuurlijk wat telt. Oké, op zich, we hebben niet insane veel mats, maar ja, het is ook niet een ramp dat we echt helemaal niks meer hebben. Maar ik moet er wel een beetje rekening mee houden. Oké, het wordt vet donker in de map. Holy fucking shit, ouwe! Opbokken jij, jongen. Oh my god, ik zweer het, jongen. Ik zeg je eerlijk, Fortnite doet wel... Ik dacht eerst van, ah bro, daar ga je toch niet van schrikken. Nou, ik schrok me echt de tyfus daar. Holy shit, ouwe. Oh, nice, enemy. Oké, het is een bot, het is een bot, het is een bot. Weet je hoe ik... Ik denk dat het een bot is trouwens hoor. En mijn matchen zijn echt heel weinig. Oké, kom op alsjeblieft. Ik moet deze guy zien te killen. Nice, 100. Lekker. Fuck yeah man, dit had ik nodig. Oké, ik ga hem pushen. Ik heb namelijk niet zoveel match. Dat is het ding natuurlijk wat me een beetje tegenhoudt nu. Maar ik ga het gewoon proberen. Hij staat er nog steeds. Oké, GG. Oké. Deze guy plaatst een random trap. Oké, kan. Ik moet hem gewoon een goede shotgun kopen in zijn nek schieten, man. Of die RPG weer gebruikt. Ja, die RPG. Kijk, ik heb heel weinig match, jongens.
Oké, waar zit hij? Oeh! Oké, ik moet niet die RPG op mezelf schieten, of course. Oh my god. Deze guy is volgens mij geen bot, denk ik. Maar ik heb gewoon heel weinig mats. Let's go, let's go. Ik zei het je, die kill... Oh, die pump is heerlijk, man. Oh my god, nice. Oké, hij had ook niet insane van mats. Oké, GG, we got it. Woo! Oké, deze fight, ik had het iets makkelijker ingeschat dan die uiteindelijk was. Maar geef niet, we hebben het overleefd. 4 kills, let's go. Alright, let's get it. Ik moet echt iets van heals meenemen. Ik zie daar bandages liggen, jongens. Ik denk dat ik mijn SMG ga droppen voor de bandage. Ik denk dat het moet, want we zitten namelijk net niet safe. Maar kan ik het uitrunnen? Ik ga het gewoon meenemen, fuck it. We hebben gewoon genoeg wapens om die SMG gewoon te missen natuurlijk. Dus dat is geen probleem. Oké, dit is wel kut dat die kerel niet insane van mats had. Waardoor we natuurlijk zelf nu ook niet zo heel veel hebben. Maar het is nog steeds wel voldoende. Alleen iets meer zou wel chillen zijn. Dus ik hak gewoon even alle boompjes die ik een beetje kan vinden. Het klote is gewoon nu, jongens, dat ik de hele tijd net niet full HP ben, weet je wel. Ik ben net die one-shot met die sniper volgens mij. Nee, net niet. Maar op hoofdje natuurlijk wel, dus dat is wel een dingetje. Oké, let's go. We hebben gewoon trouwens deze season easy kunnen uitrunnen, dus dat is wel fijn. Als ik mijn vissing had, kon ik zo'n mooi visje hieruit vissen. Maar helaas, het zei zo. Alright, hier dan. Oké, 6 man remain. Of 5 man naast mij natuurlijk. Dat is niet veel, dat is echt heel weinig. Als we deze game kunnen winnen, jongens, dan heel chill zijn. Dan kan ik gewoon lekker natuurlijk vol die bomen. Oeh, medkit. Ik ga die medkit innemen. Fuck it, jongens. Die medkit, I need it. Die sniper is misschien ook wel leuk om mee te nemen. Maar ik betwijfel of dat handig is om te doen. Hij heeft er 2 medkits. Fuck, man. Oké, ik hou de medkit. Die sniper is chill, maar ik denk toch... Ja... I don't know, man. Ik wil hem wel meenemen, maar... Fuck it, ik ga het doen. Oké, dan moeten we ook nog een sniper kill maken. Ook nog, klaar. Oké, ik ga niet in de boot, jongens. Je weet maar nooit. Straks word je vol eruit gesnijd. Ik vertrouw dat hutje niet daar, man. Zit er iemand? Nee, oké, ik zie geen beweging. Oké, trouwens hier nog een extra medkit, bruh. Oké, maakt niks uit. Oké, het enige klote is gewoon dat we niet heel veel mats hebben, man. Dat is echt een ding. Maar dat geeft het allemaal niet. We got this. Daar zit niemand. Ik ga hier deze berg op, man. Sowieso, hier moet iemand zien. Ik moet iemand killen, jongens, die heel veel mats heeft. Dat zou echt heel fijn zijn. Oké, hier zie ik sowieso iemand. 100%. Er is wel hier gevolgd, hè. De kist is niet gepakt daar. Wat raar. Hallo? Daar is ook in Salty veel gevolgd. Yo, waar de fuck is iedereen, man? Even serieus. Hallo, jongens, dames, heren. Oké, fuck it, deze keuze. Shield. Ja. Bro, ik moet dat vaker zeggen. Jongens, we moeten met z'n allen gewoon... Iedereen, dit is een tip. Je moet zeggen, dit heb ik nodig uit deze kist. En je krijgt het ook gewoon. Dit is al de tweede keer vandaag in deze game dat we dit hebben gehaald, man. Holy shit, ik zeg shield. Ik krijg gewoon shield. Oh my god, het werkt gewoon serieus. Zou dat echt werken of het is gewoon bijgeloof? Maar jongens, ik zou zeggen, probeer het voor jezelf, man. Holy shit, het is mezelf fucking vaak gelukt, houden. Oké, let's go. Blauwe sniper, dank u wel. Oké, waar de hek, houden? Oké, ik vind het een beetje creepy dat ik gewoon niet weet waar mensen zitten. En het klote is ook dat ik niet gewoon... ik heb niet insane veel mats. Dus als ik zo meteen waarschijnlijk heel wat mensen tegenkom, ben ik waarschijnlijk de lul. Omdat ik niet zoveel kan bouwen. Oké, daar zit sowieso iemand. Wacht. Oké, hij loopt daar niet meer. Oké, shit. We weten niet of dat daar een guy zit. Ik ga er gewoon heen, fuck it. Ik heb goede guns, goede HP, flikker maar op. Eerste klote is onze mes, maar dat komt wel goed, denk ik. Oké, chill. Shit, daar zit iedereen, denk ik, man. Ik denk dat letterlijk iedereen daar zit. Kan ik iemand snipen? Dat zou heel chill zijn. Fuck it, ja. De boom! Oh my god, ik kan nog een keer? Nee, man! Oh shit, wat kut. Hij zit net achter die boom! Fuck it, ik moet rennen, strijden. Maar kut, wacht. De season zit hier. Ik kan ze ook gewoon opwachten. Ik moet iets hierheen, jongens. Oh, wat een kut. Ik kan het net niet zien daar, man. Oh shit. En we bouwen ons even in. Dat was van rechts ergens, of niet? Huh? Waar dan? Oké. Nu gaan de mats weg. Hij zit op het dak. Je ziet hem. Daar op het dak ook. Oké, nu wordt het fucked up met de mats, man. Oh my god. Nice, 2 hits. Let's go. Ik heb natuurlijk ook zo'n mooi RPG. Oké, nice. Waar zit deze enemy? Ik kan hem niet... Oké, ik zie hem. Nice, we got hem. Ik ga voor de match.
heeft helemaal niks, hij heeft helemaal niks. Oh jawel. Ik moet die minis innemen. Ik wil nog een mini innemen. Kom op. Nice, let's go. RPG reloaden. Heel weinig mats, boys. Heel weinig mats. Oh, wat moet ik doen? Daar ligt sowieso ook niet meer. Ik weet het niet, jongens. Hoe moet ik dit doen? Kut! Oké, nu zijn we de lul. Ik ben dood! Geen match, jongens. Nee! Oh, GG! Fuck, man! Oh, wat kut! En dan nog, hè, loop ik met mijn domme bakken steeds te zeggen van... Oh, ja, ik heb toch geen match nodig. Oh, wat klote, man. Ik viel daar zo dom dood. Ik had geen match meer. Ik was het helemaal vergeten, ouwe. GG, man, derde plek geworden. Alsnog gewoon een super chill potje natuurlijk. Het was wel redelijk spannend, maar holy fucking shit, ouwe. GG voor die guy. En holy shit, ouwe. Oh my god. Jongens, ik wil jullie super bedanken voor het kijken. Vergeet niet zeker een duim omhoog te doen, te abonneren op mijn kanaal. En dan zeg ik tot de volgende video, jongens. Later, mensen. Bye, bye.